zaterdag. En ik ben onderweg naar alle meiden die hier bij mij op bezoek zijn. Die zitten ergens in de buurt van Chinatown. Want we gaan volgens mij zo eten bij een Chinees restaurant. Ik heb mezelf er verder niet echt mee bemoeid. Dus ik zie het wel waar ik zo meteen terecht kom. Het is ook al wat later. Het is nu volgens mij kort over 2. Ik heb de hele ochtend een beetje rustig aangedaan omdat ik brak was van gisteren. Maar het was wel super gezellig. Dus nu maar weer lekker die kant op. Nou, we zitten bij Joe's Shanghai. Duurt even, maar dan heb je ook al. Hoop je op de tafel gewoon. En dit schijnt volgens Rianne helemaal zit te zijn. Wij zijn opgesplitst, want wij zijn even cultureel aan het doen en we zijn lekker lichtjes aan het kijken. Bij de Vessel en bij het Vineyard. Ja, het is wel echt mooi gedaan. Het is wel echt mooi, dit stopt ook niet. Nee, het twinkelt aan alle kanten. Er zit helemaal geen reet van. Van de cocktails bij de band. Nou, als je mij wil laten kotsen, kan je hem hier inzetten. Nou, sigaar! Wij gaan lekker Mexicaans eten bij Tokimo. Vandaag zondag en ik ben onderweg naar Soho weer om even met die meiden nog te gaan ontbijten. Het is vandaag hun laatste dag. Ze gaan rond 3 uur naar het vliegveld en het is nu 10:30. Dus nog even gezellig lunchen met z'n allen. Ik begin mezelf steeds wat zieker te voelen. Maar het is ook echt 2 graden, dus dat helpt even mee. Dus lekker rustig aan vanaf vandaag. Donuts eten. En Prolaria meenemen. Ja, nog even dus de hele Krispy Kreme leeg kopen. Is het om de donuts. Heerlijk. Hoeveel gaan er mee in de koffer? 12. 12 mee. Lekker dat vliegtuig in. Gaat het even? Oh. Oh. Dat is lekker. Dat is lekker. Oh, ze zijn warm. Ze zijn warm. Ik hoop die bedoel me even die hele winkel leeg. Allebei al 2 keer gepint. Allebei een trui. Zo last minute winkelen. Helemaal fan, hè? Ja. Mooi, ik heb net afscheid genomen van die meiden en ik zit nu even een theetje te drinken bij Pre. Ik dacht even lekker rustig hier zitten en dan zo meteen naar huis, daar een beetje opruimen. En vanavond lekker naar Riley. Maar even tot rust komen. Het is vandaag maandag en 3 keer raden wie er weer ziek is. Dat ben ik. New York en een laag weerstand gaan niet zo heel lekker samen. En als je je afvraagt, wat doen die touwen om je nek? Mijn AirPods zijn leeg. En ik ben nu onderweg naar Joe and the Juice om even een shopje te drinken, broodje te eten. En ik dacht, dan kan ik meteen even buiten komen. En ik moet deze week wel echt heel veel doen voor school en voor werk ook. Dus op zich is het niet heel erg dat ik binnen moet zitten. Ik heb alleen wel echt keelpijn, hoofdpijn, verkouden, een beetje koortsig. Ik heb net mijn temperatuur gemeten, ik heb geen koorts, maar het voelt wel zo. Dus ik denk gewoon veel te druk geweest, zoals altijd. Maar komt goed. Nog 9 dagen en dan zijn mijn ouders er. Dus ik moet ook wel rustig gaan doen, want dan wil ik echt niet ziek zijn. Heel veel zin in. Ik zit dus nu even lekker bij Joe. Ik heb weer mijn favoriete sapje met appel, gember en wortel. En uiteraard weer tuna kaas. There you go. Ik was dus even naar de drogisterij gaan voor iets te halen voor mijn verkoudheid. Zo te zien ben ik niet de enige die hier last van heeft. Want dit hele schap is dus gewoon leeg. Of bijna leeg. Daar staat ook cold en flu. Ja, heel New York loopt ermee kennelijk. Ik ben even bij de Target om eten voor vanavond te halen. Maar kijk even hoe leuk al deze Hershey's kisses zijn voor kerst. Met candy cane, als de Grinch,
groene en rode. Ze hebben met sugar cookie. Zo schattig. Het is vandaag dinsdag en ik ben nog steeds ziek. Dus dat is vervelend. Maar ik dacht, ik ga toch even buiten een rondje lopen. Ik denk dat een beetje frisse lucht ook wel goed voor me is. En ik heb vandaag voor het eerst mijn UGG-oorwarmers op. Want het is, denk, 2 graden, 1 graden. Dus aardig koud. Dus ik denk, ik doe ze lekker op. In ieder geval geen koude oren. Ik heb even lekker een koffietje gehaald bij Blank Street. En nu ga ik even kijken bij dat huis. Wat ik op TikTok had gezien, dat het er zo leuk uitzag. Dus ik ben benieuwd. Kijk even hoe mooi dit hotel versierd is. Echt, het komt op beeld niet eens zo goed over. Maar het is in het echt, echt zo mooi. Het adres stond verkeerd aangegeven. Maar ik heb het alsnog weten te vinden. Kijk even hoe vet het huis versierd is. Echt, kunnen we dit alsjeblieft ook met z'n allen gaan doen in Nederland? Ik vind het zo tof. Echt zo cool. Echt bijna in de hele straat is het dus gewoon versierd. Daar is het huis waar ik net stond. Dat huis is versierd. Hier zijn hele grote kerstballen. Dit is zo leuk. Ik wil ook hier wonen. Ook al woon ik 8 straten vandaan. Ik wil daar wonen. Daar. Het is vandaag woensdag en ik heb de hele dag in bed gelegen. Want ik ben nog steeds ziek uiteraard. Maar ik moet ook eten. En ik denk niet dat dit de meest verstandige keuze is om te maken als je ziek bent. Maar ik heb echt heel veel zin in pizza. Dus ik ga lekker pizza halen. Aan de overkant van de straat. En vanavond is in mijn gebouw weer zo'n event van Netflix waar ik al ooit eerder naartoe ben geweest. Alleen vanavond is de screening van Emily in Paris, aflevering 1 van seizoen 3. En komt een van de actrices ook voor een soort van talk naar de hand. Daar heb ik een kaartje voor. Dus ik ga er denk ik wel heen met een mondkapje op. Zodat ik hopelijk niemand aansteek. Eerst even pizza halen. Het is vandaag donderdag en ik voel mezelf eindelijk ietsje beter. Dus ik dacht, ik ga even lekker naar buiten. Ik ga wel even naar Soho toe, want ik wil wat van dat thermo spul halen bij Uniqlo. En als het goed is, is er ook een soort van kerstmarktje voor het nieuwe seizoen van Emily in Paris, waarvoor ik dus gisteren naar die eerste aflevering was. Dus dat wil ik ook wel even bekijken. Dus even lekker naar buiten. En dan weer naar mijn bedje. Nou, het idee van de hele Emily in Paris pop-up markt, kerstmarkt, is heel leuk. Maar het regent echt heel hard. Dus ik sta hier nu in de regen en daar word ik eigenlijk ook niet heel gelukkig van. Dus ik ga zo even naar Uniqlo. En dan lekker naar huis. Nou, in ieder geval wel een mooie hoekschoppet. Ik heb even van mijn thermospul gehad bij de Uniqlo. En ik loop nu bij de Target bij mij in de buurt. Om even boodschap te doen voor avondeten. En ik heb toch weer te veel gedaan, merk ik al. Want ik voel me echt een beetje goed. Dus ik was weer iets te enthousiast. En zo meteen maar weer even uitrusten. En als er iets is wat ik straks echt heel erg ga missen, dan zijn het deze flessen. Want dit drink ik hier dus altijd. Want ik heb geen koffieapparaat. Het is gewoon koude koffie. En ik doe hier melk bij. Meestal die oatmilk. Of even kijken waar die is. Van Sil. Dit is top. Dit hebben ze bij ons niet, volgens mij. Maar dit is wel lekker. En dan nog iets wat ik uiteraard ga missen. Donut van Krispy Kreme. 2 deze keer. Het is vandaag zaterdag en ik ben weer beter. Tenminste, zo goed als eigenlijk. Nog een klein beetje verkouden. Maar ik voel mezelf verder wel weer goed. En omdat ik deze week zo weinig heb gevlogd, dacht ik, laat ik de zaterdag er nog even bij nemen. Dus normaal zou ik nu mijn vlog afsluiten. Maar dat doe ik dan morgen. Want volgende week wordt toch wel een volle vlog als mijn ouders hier zijn. Waar ik heel veel zin in heb. En ik ben nu onderweg naar Soho, naar Jack's Wife Frida.
Want Quincy, haar vader en haar broer zijn hier. Dus ik ga even gezellig met hun ontbijten daar. Daar zijn we weer. Kijk eens wie er is. Ik kan lekker, joh. Quincy heeft geen stem, maar... Ik denk een beetje alsof ik de hele dag door aan het roken ben, maar dat is niet eens zo. Lekker bij Jake's wife. Wij lopen op de Brooklyn Bridge. Hey. Hey. En er is iets wat we nog niet hebben verteld. Vertellen? We gaan het vertellen. Oké. Okay. Of gaan we het niet vertellen? Nee, nou, nou moeten we het vertellen. Quincy en ik gaan een tripje maken. Ik doe even mijn zonnebril op, want het licht is een beetje veel. We hebben vorige week vrijdag iets geboekt. Voor 4 dagen. En dat is dat wij naar... LA gaan! Yay! Yay, naar Disneyland dan. Naar Disney, 2 dagen. We gaan 4 dagen in totaal, 6 tot 9 januari. En we zijn voor zo excited. Het wordt een kort maar krachtig tripje. Ja. We kunnen niet wachten. Vandaag over 3 weken lopen we nu in Disney. Excuse the noise. Excuse the noise. Het is New York City. Maar nee, het is lekker weer. Het zonnetje schijnt. Een beetje bewolkt. Ja. Tot dus verder update. Wij lopen op de... Market in Dumbo, wat nu Holiday Market heet. En ik heb je wat leuks te vertellen aan de vlog. Zo. Sil en ik hebben elkaar hier leren kennen. Ja, in Dumbo. Dus het is weer een reunie. Maar ze hebben nu 3 kerstlampen opgehangen, dus nu noemen we het de kerstmarkt kennelijk. Deze markt is duur. Oké, ik kun je zeggen, ik zit voor jou. We zijn in Williamsburg met Toolkit Squint. Die laat ons even het park zien. Ik zal ook even het park laten zien aan jullie. Dit is Domino Park. Nou, super toeristisch park. Je zit hier helemaal aan de waterkant. Je hebt helemaal uitgekomen. Je ziet zelfs vrijheidsbeeld daarachter. Ja, heel klein. Hi, papa, vrijheidsbeeld. Nou, je hebt hier dus een mooi uitzicht op de Empire. Op de Upper East Side in het zonnetje daarachter. Dus nee, leuk. Zometeen even lekker koffie drinken. Wij zijn lekker bij Starbucks, want bij geen één hip koffietentje in Williamsburg is plek. Maar Williamsburg zelf, wat vind je drinken ervan? Ja, leuk. Dat wel. In het zonnetje. Nu maar even bij Starbucks wat drinken. Hey. Want iedereen wil foto's maken. Maar hier valt het mee bij de ingang. Vogels. Vogels naar binnen. Naar de Macy's. Wisten jullie dat? In de Macy's. De oudste roltrap ter wereld zit. Kom snel. Het is trek even laten duwen. De Salé is begonnen. Kijk even hoe mooi dit is. Strawberry, daar voor jou al. En daar zijn we gezellig aan het eten. The birthday girl. I'm a regular occurrence in your life now. I'm like a regular occurrence in your life now. Yeah, I don't know.
vandaag zondag en daarom ga ik deze vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken weer. Vergeet deze video niet te liken. Vergeet jezelf ook niet te abonneren. En hopelijk weer tot volgende week. Doei doei!